Tieling, welkom weer. Ja, ja. In mijn nederig autootje. Nou, nederig. Ik vind dat je wel een hele mooie auto hebt. Ja, mooie slee, hè? Ja. Het is echt een slee. Toen ik hem kocht, ik was zo trots. Ik vond het zo'n mooi model, dit. Ja. Dat nog kan als je met pensioen bent, dat je dan zulke dingen kan kopen. Ja. Dat is toch wel bijzonder van deze tijd. Ja, dat wel, ja. Ja, zeker. Even kijken, hoor. Ja, ga daarheen. Geerling. Deel 2. Ja, de SD-kaart is weer helemaal leeg. Ja, dus, eigenlijk net de bandenwissel bij de F1, hè? Heel snel. Ja, het lijkt soms lang te duren, maar dit was heel snel. Dus, 1,82 seconden. Ja, heel goed. Fantastisch. Wat een mooie race, hè? Volg je die dan ook? Ja, ik volg dat wel. Ja. Ja, ik ben zeer gecharmeerd altijd van de start, hè? Ja. Want dan gebeurt de meeste hectiek. Ja, hij spoot weg. Het is altijd wel heel teleurstellend als je er, je leeft er naartoe en als je dan bij de eerste bocht eruit vliegt, dan is het ook wel heel vervelend. Ja. Maar verder, ik geniet er wel van, zeker. Ja. Hey Geerling, je was 37 jaar. Dat, dat weet ik nog van deel 1. Ja. En toen sprak je Gert Spijker en vertel verder. Ja, nou, dat vervolgens eigenlijk inderdaad lang gevoetbald tot mijn 37ste, zeg maar, bij het eerste elftal. En dan komt er toch een moment dat je daar mee gaat stoppen. En toen ben ik door Gert Spijker gevraagd, die was voorzitter op dat moment, om zitting te nemen in het bestuur als bestuurslid voetbaltechnische zaken. Ja. En daar heb ik ja tegen gezegd en daar zijn we gewoon mee begonnen. Ja. En dat is natuurlijk een hele andere tijd als dat het nu is. Toen was het allemaal veel rustiger en je had wat contact met zeg maar de hoofdtrainer. Maar het aantrekken van spelers en dergelijke, dat was in die tijd van een hele andere orde als dat tegenwoordig is. Ja. En was allemaal wat rustiger. Ja. Wat wel toen in die tijd was, is eigenlijk dat dat de jeugdopleiding op dat moment nog niet zo florisant was. En dat onze jeugd toch niet op een heel hoog niveau voetbalde. En het was eigenlijk ook van belang dat we aan de jeugd veel meer tijd en energie gingen steken om uiteindelijk een opleiding te krijgen waarbij je in de eerste elftal dat het dan ook van nut was. Ja. En in die tijd zijn we ook begonnen om gewoon eens een paar dingetjes op papier te zetten. Beleidsachtige zaken van wat zijn nou de uitgangspunten die wij nodig hebben om tot een goede opleiding te komen voor onze jeugd. Ja. Nou, en dat is eigenlijk wel ook een beetje de start geweest, denk ik, van de jeugdopleiding zoals die er nu is. Ja. En, maar goed, ik heb alleen maar wat dingetjes op papier gezet. Uiteindelijk de uitvoering is met name door Jack Verzanten natuurlijk gedaan. Zeker. Die daar al die jaren natuurlijk al zijn energie aan heeft gegeven. Resulterend in 2 keer Rinus Michels Award, hè? Ja. Dat is toch heel knap, ja. Dus dat, ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. En, maar goed, ook daar, hè, het gaat natuurlijk niet alleen om die prijs. Je kunt natuurlijk tegen een jeugdopleiding op diverse dingen kun je tegenaan kijken. Wat van belang is natuurlijk eigenlijk de echte doorvoer die je hebt en die je realiseert naar je eerste elftal. Ja. Dat is eigenlijk natuurlijk het hoofddoel wat je hebt van een jeugdopleiding. En die Rinus Michels Award natuurlijk prachtig. Ja. Alleen je kijkt ook van wat voor resultaat levert het uiteindelijk op voor je eerste elftal. Ja, en dat is op een gegeven moment steeds wel zo geweest dat er ongeveer 50-60% wat in de eerste elftal speelde in de basis, dat kwam. Dat was eigen jeugd. Dat is nu even wat minder. Ja, dat is nu even wat minder, vind ik wel. Niveau, heeft dat met niveau te maken? Heeft ook met niveau te maken. Wat je ziet is dat de stap van de jeugd is natuurlijk na het eerste elftal is steeds groter geworden. Ja. Dat is ook wel een van de redenen dat het tweede elftal ook bij ons tot het opleidingsgebeuren hoort. Ja. En dat betekent dat de meest normale stap is dat je natuurlijk vanaf de jeugd via het tweede uiteindelijk naar het eerste gaat. En, maar het is natuurlijk wel zo dat je het ene jaar heb je ook wel wat meer talenten als het andere jaar.
Je ziet ook in, als je kijkt naar de aanwas binnen de jeugdafdeling, die is natuurlijk maar heel beperkt. Ja. Ja, als je kijkt hoe de EVS als sportpark gelegen is, zit je niet dicht tegen een wijk aan waarbij je heel veel aanbod krijgt. Dus dat is ook allemaal wat lastiger geworden. Ja. Ja, dus het aantal F11-talletjes, hoe meer je er hebt, hoe meer talenten er zijn. Ja, dat is onherroepelijk zo. Ja. Hoewel ze natuurlijk wel een regiofunctie hebben in de EVS. Ja, maar die was in die tijd in ieder geval niet zo. En op dit moment is dat wel het geval. Ja. Waarbij wij als DVS een fantastische jeugdopleiding hebben. En dat ook eigenlijk ter beschikking willen stellen aan clubs hier in de regio. Ja. Waarbij een van de uitgangspunten, of eigenlijk het belangrijkste uitgangspunt is, dat voetballertjes, de individuele van de ontwikkeling van de voetballer, is het meest belangrijke bij DVS. Zeker. En dat betekent, wat er ook natuurlijk veel gebeurt, dat de spelertjes weer aangetrokken worden door BVO's. Ja. En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op het moment dat gebeurt. Ja. En aan de andere kant willen wij ook wel weer een opvang zijn, dus wat je net zegt, voor de regio. Ja. Waarbij we dus talentvolle jongens hier uit de regio, die willen een zo goed mogelijke opleiding geven. En ik moet zeggen dat ik het wel jammer vind dat toch een aantal clubs toch de spelertjes aan zichzelf willen binden, terwijl hun jeugdopleiding misschien net nog van minder niveau is van DVS. Ja. En daar zou natuurlijk ook heel erg mooi zijn dat die mensen ook uiteindelijk het spelertje zich op zich het belangrijkste vinden. Ontwikkeling van de spelers. Dat ze zich ontwikkelen. Ja. En uiteindelijk zit voetbal zo in elkaar. Ja. Het is een piramidevorm waar uiteindelijk de betere voetballers bij elkaar moeten komen. Zeker. En als je uiteindelijk zeg maar een heel goed Nederlands elftal wil hebben, vormt dat natuurlijk wel de basis. Dat je continu mensen ontwikkelt en laat voetballen tegen spelers van hun eigen niveau. En dan zullen ze steeds beter worden. Ja, zeker. Even weer terug naar dat bestuur, hè? Daar kwam je toen in. De eerste TC, noem eens wat namen. Wie had je ter beschikking toen die TC? Nou joh, ik zou het niet eens weten. Volgens mij was dat toen eigenlijk helemaal niet aan de orde. Nee hè? En, maar later kwam er wel een groep, een TC met de scouting, et cetera. Dat heb je natuurlijk allemaal opgezet, Geerik, of niet? Ja, in wezen heb ik een aantal TC's meegemaakt. En dus in de beginfase was het werven van spelers kwam eigenlijk nauwelijks voor. Dus naarmate dat om op een hoog niveau te komen noodzakelijk was, dan ga je op een gegeven moment kijken van wie kan je erbij helpen. Ja. En uiteindelijk zijn er een aantal TC's geweest waar ik in gewerkt heb. Met name in de beginfase. Maar dan heb ik toch over een periode van denk ik een jaar of 12, 13 geleden heb ik heel veel met Henk Brentjes samengewerkt. Ja. En dat is eigenlijk een zeer intensief contact waarbij je bij wijze van spreken de hele regio op afstruint om te kijken of er spelers zijn die DVS sterker kunnen maken. Ja, Henk Brentjes die had toen nog contact met mij, zijn dochter Anouk, die zat bij mij in de klas en zegt tegen mij, Piet, wij gaan nog wel wat betekenen voor elkaar, we komen misschien nog wel eens een keer in dezelfde TC te zitten, weet je wel. Wij hebben ook nog een keer een gesprek gehad en op zich vond ik dat wel interessant, maar ik koos toen eigenlijk meer voor toch de pers, DVS TV en radio en zo. Ja, ik weet dat er toen sprake van geweest is. En, dit is ook een prima keuze natuurlijk. Want het gaat bij DVS natuurlijk niet alleen om voetbal. Het gaat om veel meer. Ja. En daar heb jij ook een hele belangrijke impact. PR is steeds belangrijker geworden inderdaad. Zeker. Ja. En Bert Bessels, heb je natuurlijk ook. Met Bert heb ik ook enorm. Ik heb samen met hem de trainerscursus gedaan. Ja. Dus dan gingen we samen naar Beeldhoven, waar we les hadden. Ja. En Bert is wel een gezellige prater natuurlijk. Dus die afstanden die lijken ver, maar met Bert erbij is het, dan ben je er zo. Ja. Je hebt ook heel veel verstand van wielrennen gekregen natuurlijk, ook, of niet? Nou, ik heb door Bert verstand van alle sporten gekregen.
Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat heeft hij, hè? En dat gaat heel breed. En, ja, tot, enorm fan van Federer, Mathieu van der Poel, ja, noem maar op, hè? Ja, hij zoekt wel altijd de winnaars op, hoor, moet ik zeggen. Ja. En het is voor ons ook wel dankbaar als een van die mensen dan ook een keer niet wint. Dan spreken we met daar wel even op aan. Ja, dat snap je wel. Ik snap dat helemaal. Heel veel trainers heb je ook versleten natuurlijk, hè, in de loop van de tijd. Ja, ik wil nog even terug naar die TC's. Ja. Hè. En, want een hele lange tijd met Henk samengewerkt. Ja. En later hebben we weer een nieuwe TC gekregen waar ik met Andries Boshouwer heel intensief heb samengewerkt. En, nou, ik vond dat we dat samen op een hele professionele manier gedaan hebben. En ik vind het wel heel erg zonde dat Andries er op dit moment niet meer bij betrokken is. Ja. Maar ik heb dat wel als een hele bijzondere tijd ervaren dat je zo met elkaar, zo intensief met een club bezig kan zijn. Ja. En, maar staat de deur nog een beetje op een kier voor Andries, of niet? Nou, laat ik maar zo zeggen, de laatste keer dat we daar intensief over gesproken hebben, was dat in ieder geval nog niet zo. Ja. En ik hoop elke keer weer dat de deur weer iets open gaat. Ja. Maar goed, helaas, tot op heden is dat niet gelukt. Ja. Maar Gerrit Bruinewoud en... Ja, dan hebben we het over de huidige TC dan weer. Hè? Ja. Dan, Gerrit Bruinewoud zit erbij. En Edmund zit erbij en Leo zit ook in de TC als zijn bestuurslid voetbaltechnische zaken en voorzitter van de TC. Ja. De TC krijgt ook hiermee een beetje gezicht in ieder geval, dat mensen ook weten van wie zit er nou eigenlijk in. Ja. Want ik merk in de praktijk nog wel eens dat de TC een soort instituut is waar je wel heel veel en heel makkelijk kritiek op kan leveren. Hè? Ja. En je hoeft geen naam te noemen, je roept alleen maar de TC heeft het gedaan en dan is dat ook zo. Ja. En misschien is het wel belangrijk om dat de TC ook een gezicht heeft en geen zelfstandig instituut is binnen DVS 33. Ben je daarom nu ook gewoon weer volwaardig lid van de TC geworden? Geen adviseur meer? Nou, weet je, dat is lastig. Het adviseurschap werd niet zo goed begrepen, laat ik dat maar zo zeggen. Ja. En ik had daar wel een reden voor. Er zijn natuurlijk best een aantal dingen gebeurd de laatste jaren. En als je adviseur bent, dan heb je geen verantwoordelijkheden en geen bevoegdheden. Ja. Je kunt wel je kennis die je hebt, overdragen. En dat was eigenlijk mijn bedoeling van, ik kom één uurtje in de week bij DVS. Ja. En op de donderdag, de verenigingsavond, en dan praat je met de TC en dan probeer je de kennis over te dragen die je hebt om te voorkomen dat de valkuilen die er zijn, ook in voetbaltechnisch beleid, dat je die weet te voorkomen in de toekomst. En dat was eigenlijk mijn bedoeling, zonder me verder inhoudelijk er erg mee te bemoeien. En met die adviezen mogen ze doen wat ze willen. Als ze het opvolgen, prima. Als ze het niet opvolgen, ook goed. Even goede vrienden, dus dat maakt mij verder niet uit. Ja. Alleen zo langzamerhand word je er dan toch weer ingezogen. Ja. En het is zeer intensief en het is heel veel werk. Ja. En je bent toch maar met een klein clubje. Ik heb overdag nog wel eens wat tijd. Ja. En dus dat betekent dat je zo langzaam er toch weer ingezogen wordt. Ja. En ook mensen zeiden van, joh, dat is zo'n rare constructie. Zou het niet gewoon beter zijn dat je gewoon plaatsneemt in de TC? Ja. En dat is op die manier dan is dat er wel weer vormgegeven. Ja. Jouw innerlijke motivatie is natuurlijk enorm. Hè? Dan moet je toch wel helemaal gek zijn van DVS en van voetbal in het algemeen. Hè? Wil je nu weer, want jij weet als geen ander hoeveel tijd dit opslokt. Maar dan moet je mensen er ook wel enorm van houden. Mensen hebben geen weet van wat dat aan tijd opslokt. Ja. En als je dat goed doet, dan ben je zeker 25 uur in de week ermee geloof bezig. Ik. Ja, zeker. En ik ben een betrokken DVS'er. Ja. En ik vind het belangrijk dat DVS op een hoog niveau voetbalt. Ik ben natuurlijk zelf altijd prestatief ingesteld geweest. Ja. En ik hou ervan om het proces, wat er aan de grondslag ligt, met een aantal mensen uit te voeren. Ja. En eigenlijk dat proces om te komen van waar je nu bent en je verbeteren en
en je doelstellingen realiseren, dat is eigenlijk het mooiste. Ja. Op het moment dat je het realiseert, dan ben je ook klaar. En nou, dat is al veel minder belangrijk. Ja. Het is natuurlijk wel het doel waar je naar streeft, maar het proces om daarmee bezig te zijn is leuker als uiteindelijk het eindresultaat. Ja. En want dat is dan ook weer heel vluchtig. Het is net als dat je kampioen wordt met een elftal. Ja. En dan is dat even 2 uur, heb je heel veel feest met elkaar en dan denk je de volgende dag, wow, was dat het nou? Maar daar zit wel het proces achter van een heel jaar met een elftal voetballen. Ja, klopt. En dat proces geeft eigenlijk het meeste voldoening. Ja, je hebt twee zaken die zijn mij opgevallen. Je bent toen ingesprongen toen het op bestuursniveau even helemaal misdreigde te gaan. En nu dus eigenlijk ook weer. Hè? Toen dreigde het ook zeg maar op TC-niveau en op trainersniveau mis te gaan. En dan stap je in. Ja. En ja, dat zit er dan toch ook wel in, hè, bij jou. Dat komt omdat ik van origine heel lui ben. En daar kom ik best wel voor uit. Dus ik doe het liefst bij DVS niets. Heel simpel. Ja. Alleen als ik het idee heb dat zaken mislopen en ik het gevoel heb er kan bijdragen om dat te verbeteren, ja, is voor mij een reden om het om daar dan toch weer in te stappen. Ja. Maar bij voorkeur doe ik niets en ga ik zaterdag bij DVS kijken op tweede divisieniveau. Ja. En als dat zo is, dan heeft niemand van mij last meer in het beleidsmatige deel van de club. Ik denk dat vanwege die twee zaken, de instappen, het gevoel bij DVS, die enorme innerlijke motivatie, dat jou het erelidmaatschap heeft doen toekomen, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Want je hebt dat in mijn ogen ook enorm verdiend. Nu even de huidige situatie, hè? Want het is nu in de pers ook al duidelijk. Simon Ouali, ik vond het een verrassende naam, Geerling. Ja. Dat kan. Ja, maar hij heeft bij Sparta natuurlijk wel hele goede dingen meegemaakt. Maar trainers maken hele goede dingen mee, maar op een gegeven moment dan kan het ook bergafwaarts gaan. Maar jullie hebben hele goede gesprekken gevoerd. We hebben uitvoerig met elkaar van gedachten gewisseld over de situatie die bij DVS was ontstaan. Ja. En laat helder zijn dat wij ervoor gekozen hebben om het eerste half jaar, zeg maar, dus dit lopende seizoen, met een interim trainer te gaan afwerken. Ja. En verder nemen wij de tijd om op een rustige en zorgvuldige manier te kijken naar een trainer voor het volgende seizoen. Ja. En dus dat betekent dat het aanbod wat er is aan trainers die vrij zijn, is natuurlijk beperkter als dat de hele markt vrij is. Dus dan ga je op een gegeven moment kijken van je zoekt een trainer die past bij het beleid van DVS. En het beleid van DVS voetbaltechnisch is in grote lijnen toch al dat wij graag uitgaan van 4-3-3 te voetballen. Met veel druk naar voren, met combinatievoetbal. En op die manier zeg maar onze punten binnen te halen. Nou, en dan kijk je welke mensen wel beschikbaar zijn. Ja. En dan kijk je ook van welke trainer past daar dan het beste bij. Nou, in het aanbod wat er was, hebben wij een gesprek zijn we aangegaan met Simon. En dat was van beide kanten een heel positief gesprek. Ja. Maar ook de spelers erbij betrokken, geloof ik, hè? Daar zijn de spelers niet direct bij betrokken. Nee. Niet direct? Nee. Wij hebben wel vooraf met de spelers gesproken en gevraagd van we hebben nu een bepaald spelsysteem, hoe kijk je er tegenaan, wat vind je ervan? Ja. Benutten wij nou op deze manier alle kwaliteiten die er zijn? En daar kwam toch eigenlijk wel uit dat ze toch wel graag weer terug wilden naar het 4-3-3 systeem. Ja. Alhoewel, ik wil niet te veel 4-3-3 en wat voor systeem dan ook. Het gaat mij niet zozeer om de benaming van het systeem, maar het gaat om de manier van voetballen. Ja. Hoe je de poppetjes neerzet is eigenlijk niet interessant, maar de uitvoering die de spelers doen, daar gaat het uiteindelijk om. En daarin kan een systeem ook
zoals wij voetbalden, zeg maar, onder Richard Plug, kan ook aanvallend zijn. Dus, ja, zeker. Daar heb ik het natuurlijk ook vaak met Richard over gehad. Ja. Dat in balbezit speel je zelfs 3-4-3. Dat kan vaak nog aanvallender zijn. Ja. Maar het is wel het druk zetten. Ja. Zeg maar op het niveau waar wij voetballen. Ja. Ik denk als jij continu druk zet op je tegenstander, dat er toch nog weinig tegenstanders zijn die echt nog makkelijk voetballen. Ja, en dat klopt, ja. Wat dat betreft, ja, dat ene jaar met Jan Veldhuizen, wat werd er toen enorm druk gezet. Hè? Ja, nou maar goed, ook in die zin vrij simpel. Zijn grote succes was eigenlijk niet zozeer dat het een grote tacticus was. Ja. Maar het was gewoon volop naar voren. Ja. En hij had elke week nagenoeg dezelfde opstelling. Ja, zo allemachtig eenduidig. Ja. Moet je een beetje geluk mee hebben natuurlijk. Met, dat je niet te veel blessures hebt. Ja. Maar dan gaat op een gegeven moment zo'n team natuurlijk wel groeien. Ja. Veel zelfvertrouwen. Ja. En dat heeft ook wel een beetje meegezeten. Dat was kijk, je wordt op de laatste dag min of meer kampioen. Ja. En dat is natuurlijk wel geweldig. Ja. En dat betekent ook wel dat voetbal, je moet het ook niet altijd heel erg ingewikkeld maken. Hè? Nee, het is geen tactisch steekspel. Uiteindelijk zijn het de spelers die die uitvoering moeten geven aan het spel en die moeten ook zelf beslissen. Ja. En een trainer die kan ze daar wel erg bij helpen, maar de invloed van een trainer blijft ook altijd maar heel erg beperkt als je zaterdags nou eenmaal aan de gang bent. Ik heb een stelling, hè. Het voordeel van dat het de laatste paar jaar wat onrustig op trainersgebied is geweest bij DVS. Is dat zo? Ik heb het niet zo ervaren. Nee, maar het kwam zo over in de pers en zo en bij sommige supporters. Ja. maar dan krijg je nu natuurlijk wel trainers die zich daar enorm tegen kunnen wapenen. Dat moeten nu natuurlijk wel hele kwaliteitsvolle mensen zijn die durven om in DVS te stappen, of niet? Dat moet durven. Als je bij DVS komt, kom je in een gespreid bedje. Ja. En dat is vaak het probleem van trainers. Die zijn bij andere clubs gewend dat ze daar eigenlijk alles moeten doen. Ja. En dan komen ze bij DVS 33 en dan lopen ze eigenlijk tegen een perfecte organisatie aan. Ja. Het enige wat ze moeten doen is dat ze krijgen een selectie aangereikt die door de TC is samengesteld. Ja. En met die selectie moeten ze het maximale eruit halen. Ja. En een trainer hoeft zich niet of nauwelijks te bemoeien met alles wat er omheen is, want het is gewoon perfect geregeld. Dan heb ik het over het medisch gebeuren, ja. Dan heb ik over de teammanagers, dan heb ik de technische staf die daarbij hoort. Het is allemaal perfect geregeld, de kleding en dergelijke. En het enige is, ze moeten resultaat boeken met de groep die ze aangereikt krijgen. Ja. Dus ik zie er wat anders tegenaan dan dat jij er tegenaan kijkt, Piet. Ja. Het is natuurlijk blijft een uitdaging om die resultaten te halen. Ja. Maar ze komen in principe in een gespreid bedje terecht. Hartstikke mooi. Geerlijk, dit is toch een prachtig eind van dit gesprek. Ja. Ik wil je daar heel erg hartelijk voor danken. We hebben weer wat meer inzicht gekregen in het werk van de TC. Ja. En ik hoop dat we nu even een paar rustige jaren gaan krijgen. Jij ook natuurlijk. Want in principe ben je lui, maar je hebt wel verstand voor voetballen. En ik vind het altijd leuk om met je over voetballen te hebben. Nou, ik heb ervan genoten van het gesprek, Piet. Het is net dat we uren in de auto gezeten hebben, maar ik vind het heel leuk. Ja, oké. Okay. Hey, bedankt. Dat is hartstikke goed. En veel succes met de volgende klant. Ja, zeker. Ja, dat kon best wel eens Wim Schuur zijn. Hè? Oh, kan het een beetje over accordeon hebben en zo. Ja, daar hebben we ook wel wat mee beleefd. Ja, zeker. Absoluut. Leuk. Hey, tot morgen, Termijden. Ja, hartstikke goed. Morgen winnen, 3 punten. Dat zou wel wat waard zijn. Zo is dat. Goed weekend. Doeg. Jo. Zo. Ja, dat was toch wel weer even heel meer dan geweldig.